hart van aanbidding hier centraal staat. Dus gisteravond hebben we een worship sessie gehad waar we 1 uur en een kwartier gewoon a cappella hebben gezongen. Yes. Zonder dat er enige begeleiding van een worship leader was of van de band. Omdat het hart voor God zo diep en zo groot is. Aan het aanbidden. Iedereen was gewoon op hem aan het focussen, niet op andere dingen. En de band begeleidde ons op een hele mooie manier. En iedereen was gewoon echt in de goede sfeer. En ze kwamen hier echt voor God en dat kon je echt zien. Europe shall be saved! Wij waren bij de leidersmeeting op vrijdag en dat was al zo ontzettend krachtig. De leiders gingen allemaal op de stoel staan, omdat ze eigenlijk wilden zeggen van ik leg mijn eigen verhaal neer en ik wil echt Jezus helemaal centraal in mijn leven plaatsen. Heel krachtig moment. En vanmorgen Paul Manwaring die zei vertel je verhaal, gebruik je eigen verhaal, ook het verhaal van je land. Dat was echt meer intellectueel, inhoudelijk. En daarna kwam broeder Claudio uit Argentinië en dat was zo powerful. En eigenlijk ging dat over de aanwezigheid van God en de kracht van God. En als je dan ziet, zeg maar, al die mensen die in de zaal zitten en wat er gebeurt, dan denk je, ik kan nu elk moment opwekking uitbreken.